Vorige maand ging prinses Alexia viral met een aantal swingende TikTok-video's. Normaal tienergedrag, zou je denken. Maar omdat Alexia nu eenmaal blauw bloed heeft, deden de beelden ook het nodige stof opwaaien. Vooral omdat sommige nummers waarop werd gedanst en geplaybacked bol stonden van de explicit lyrics. Dit weekend reageerde koningin Maxima bij Shownieuws voor het eerst zelf op de ophef. Toen koningin Maxima werd gevraagd hoe zij dacht over het gedrag van haar dochters op sociale media, antwoordde zij: "Je kan als ouders 20 keer zeggen wat gedaan moet worden. Maar ja, dan zijn ze allemaal met elkaar en de vriendinnen en dan gaat het toch wel mis. Dan zijn ze echt heel boos of teleurgesteld en dan zeg ik, ja, dit heb je ook wel geleerd." Die Voice Kids A, volgens de Vorstin horen deze uitgeverijleiders dan ook bij het opgroeien, ze moeten de dingen ook zelf leren. Het gaat wel eens mis en daar heb je dan van geleerd. Het was trouwens niet de eerste keer dat we prinses Alexia van haar muzikale kant leerden kennen. Al eerder lekte uit dat de jonge koningsdochter bijna had meegedaan aan The Voice Kids.